Lo. En daar zijn wat mensen om haar heen. En ik begrijp ook premier Balkenende, Sandra. Ja, op dit moment staat premier Balkenende is net aankomen lopen. Hij staat nu naast me. Ja, het is echt een drama. Daar kunnen we wel van spreken. Ja. Nederland is aangeslagen door de afschuwelijke gebeurtenissen van deze dag. Koninginnedag is een dag van samen feest vieren. En daarom zijn we nu ook één in ons verdriet en betrokkenheid en meeleven met de slachtoffers, met de gewonden, met de familieleden. Het is in en in triest. Ik ben zojuist bij de koningin geweest en met de leden van de koninklijke familie. En zij zijn zeer aangedaan en leven heel intens mee. En met al diegenen die nu zoveel verdriet hebben. En wij denken op onze beurt aan de leden van de koninklijke familie en aan de koningin. Ja, wat hebben zij u verteld? Bijvoorbeeld de koningin, wat heeft ze u verteld? Nou, men heeft het zo van nabij meegemaakt. En wanneer je een hele mooie dag meemaakt in het begin. Een prachtige dag, zoals de koningin heeft gezegd. En ineens slaat dat om in iets afschuwelijks. Dat snijdt diep in, omdat men ook aanvoelt van wat gebeurt hier. Men denkt aan degene die ja, het slachtoffer zijn geworden, maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook een bedreiging in hun richting. Dat is evident, dat is ook gezegd vandaag. Dus het is afschuwelijk als je dit meemaakt. Terwijl je juist zo te midden van de bevolking feest wil vieren. Ja, want dat moet ook een enorme impact hebben als je hoort dat het ook inderdaad een aanslag was op je familie. Ja, dat is natuurlijk wel duidelijk geworden. Dit is met voorbedachte raden gebeurd, maar dat zal allemaal moeten blijken in het verdere onderzoek. Maar vanuit het Openbaar Ministerie is nu aangegeven, de huidige kennis, dat dit een bewuste actie is geweest. En dat is in en in triest. Wat heeft de koningin daarop gezegd, dat het feit dat het echt een actie is geweest gericht tegen haar familie? Dat zal natuurlijk nu eerst nog verder moeten blijken. Maar je kunt zich voorstellen dat wanneer een familie met de bevolking feest wil vieren en dit gebeurt, dan is dat iets dat diep insnijdt. Maar ik heb op dit moment vooral gemerkt dat de koningin en de leden van de familie zo nadrukkelijk ook bezig zijn met die families die nu zoveel verdriet hebben. En hoe gaat het nu met hun? Hoe gaat het met onze koninklijke familie, met de koningin? De koningin is zeer begaan met het lot van anderen. Denk natuurlijk na over ja, wat zich vandaag heeft afgespeeld en wat dat betekent voor de familie zelf en ja, het vreselijke wat zich heeft afgespeeld. Maar de koningin is altijd midden in de samenleving. Ze let zo nadrukkelijk op anderen. Dus haar gedachten zijn vooral bij diegenen die het nu zo moeilijk hebben. Maar je kunt zich voorstellen dat het een ontzettend trieste dag is eigenlijk voor iedereen. En dat heb ik ook gemerkt toen ik de familieleden en de koningin sprak. En zit de hele familie nu nog bij elkaar op het Oude Loo, het kasteel van koningin Beatrix? Op enig moment zullen de familieleden ook weer teruggaan. Maar ik heb hen met elkaar gesproken in het Oude Paleis. Krijgen zij ook een soort slachtofferhulp, zoals andere getuigen, ooggetuigen van deze ramp? Daar kan ik verder niet op ingaan, maar het is wel zo dat de familie heeft ook heel veel steun aan elkaar. Ook dat heb ik gemerkt. Nou rijst natuurlijk de vraag, wordt het niet het gevaar niet veel te veel onderschat? Want het was uiteindelijk redelijk makkelijk voor deze man om op de dranghekken en de menigte in te rijden. En hij had zomaar ook op de auto, op de bus van de koningin in kunnen rijden. Ik wil er verder niet op ingaan. U weet dat altijd veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Maar de precieze omvang wat zich hier heeft afgespeeld en hoe het allemaal is gelopen met de veiligheidsaspecten, dat is natuurlijk een onderdeel van ja, het verder onderzoek. Maar ik vind het niet dat ik daar nu op vooruit moet lopen. Is dit de laatste keer Koninginnedag in de huidige vorm? Daar doe ik geen uitspraak aan over. Laten we eerst het stof laten neerdwarrelen. En laten we nu vooral stilstaan bij degene die het zo moeilijk hebben. Oké, dank u wel. We gaan deze kant op. Nou, ja. Ja, je ziet, jullie horen het ook, hè? Ook premier Balkenende. Lang gesproken met de familie. En het is natuurlijk duidelijk dat iedereen aangeslagen is. Niet alleen de koninklijke familie, maar ook alle andere ooggetuigen waarmee de premier inmiddels heeft gesproken. Hij wil geen uitlatingen nog doen over het gevaar, of dat wel of niet onderschat is. En ja, of dat in de toekomst anders kan, uiteraard beter moet. En of er nog wel een Koninginnedag in de huidige vorm blijft, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Want ja, en dit is voor, naar mijn weten voor het eerst dat iemand echt hiermee belast wordt door het Openbaar Ministerie voor een aanslag op de koninklijke familie. Sandra Schuurhoff in Apeldoorn, dank je wel.